Hey, hallo, mijn naam is Manuel Ransdorp. Ik ben trainer bij Change. Kom even mee. Bij Change zijn we begonnen met het opleiden van 3 groepen nieuwe medewerkers voor onze nieuwe klant en opdrachtgever Eneco. Daar zijn we heel blij mee. En wij doen dat vanuit Rise Up, het LMS, het Learning Management Systeem. Daar zijn we heel erg blij mee. En wie er ook blij zijn, dat zijn onze nieuwe Eneco medewerkers. Goedemiddag, ik ben Shanava van der Booghuis. Ik ben 24 jaar en ik werk sinds een maand voor Eneco. Ik heb de onboarding training gevolgd. Het is een hele lange, maar hele leerzame training waar je heel veel verschillende stoffen krijgt. Die je uiteindelijk dus ook nodig hebt om je werk te kunnen doen. Als ik op terugkijk, dan kan ik zeggen dat het een hele leerzame, maar wel hele leuke periode was. Nou, ik ben Isa Wijters, ik ben 20 jaar en ik werk sinds kort voor Eneco. En ik heb de training onboarding gevolgd, wat ik een hele leerzame periode vond. Soms hard werken, maar uiteindelijk kijk ik er met een positieve blik op terug. Het geeft me eigenlijk binnen enkele muisklikken het inzicht dat ik nodig heb om te zien waar wij gericht kunnen begeleiden op het gebied van productie en kwaliteit. Nou, ik vond de training via Rise Up heel erg overzichtelijk. Ze hebben alles heel erg fijn per stappen uitgelegd. Waardoor je eigenlijk heel erg het gevoel kreeg dat je goed voorbereid was voor het uiteindelijke bellen. Dus dat vond ik heel erg fijn. Alleen het lastige vond ik wel soms om mijn concentratie erbij te houden. Omdat sommige modules vrij lang waren. Tijdens de training in Rise Up vond ik het heel fijn dat je na elke opdracht de kans kreeg om de oefening dus zelf ook te kunnen maken in de oefenomgeving. Dit is heel fijn, zodat je gelijk kan zien wat je goed doet en wat je niet goed doet. Op basis van wat wij merken aan de telefoon, dus de mensen zijn na 2 weken Rise Up leren, zijn ze aan het werkplek leren. Dus gewoon live bellen met de klanten van Eneco, onder begeleiding van Eneco zelf, van de buddies. Op basis van de kwaliteit die zij tijdens de gesprekken tentoonspreiden, op de mat leggen, zeg maar, kunnen we concluderen dat het lesmateriaal zoals het door Eneco in Rise Up is gezet, meer dan voldoende is. Nou, de training heeft mij zeker goed voorbereid op de praktijk, maar ik heb wel gemerkt dat eigenlijk tijdens het buddybellen ik veel meer heb geleerd. Dus dat is wel een tip voor mij voor Eneco om misschien wat meer buddy te bellen, omdat je dan echt meteen ziet hoe dingen moeten. Maar uiteindelijk heeft Rise Up wel een hele goede basis gelegd voor mij. Goed, de mogelijkheden in Rise Up zijn te over, zal ik maar zeggen. Ik kan wel aardig uit de voeten. Vooral op het gebied van dashboards en rapportages leer ik iedere dag bij. En het leuke is van Rise Up, het bijleren, dat gaat heel natuurlijk. Aldoende leert men en ontdekt men. En ik word er ook goed in geholpen door de learning experts bij Eneco. Nou, zoals ik net al heb vermeld, vind ik buddybellen wel heel erg fijn. En zou ik dat ook als tip aan Eneco willen meegeven om misschien nog meer buddybel momenten in te plannen, zodat je toch echt in de praktijk kan kijken hoe het allemaal te werk gaat.